Hoe u zakelijk kunt verduurzamen? Zo doet Sportcentrum Papendal dat. Voor ons is verduurzamen topsport. Samen met Eneco doen we er alles aan om voorop te blijven lopen. De stroom van onze laadpalen willen zoveel mogelijk zelf opwekken. Dankzij de zonnepanelen van Eneco en binnenkort een batterij kunnen we de zonnestroom ook op een later moment gebruiken. Kijk op eneco.nl. Klimaatambities waarmaken? We doen het nu. Eneco. Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld ochtendnieuws. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven. Goedemorgen, het is 22 februari, dus donderdag. In 2024 praten we dan over. En naast mij zit Ivo Verrips. Goedemorgen, Bas. We gaan de komende 20 minuten bij je praten over het nieuws van dit moment. Uiteraard over de oorlog in Oekraïne. Hè? Ja, want de gezaghebbende adviesraad internationale vraagstukken is met een hele bubs aanbevelingen gekomen over de oorlog in Oekraïne. Ter ere van die tweede verjaardag van die oorlog. En voorziet dat dit jaar het cruciaal is dat Oekraïne het volhoudt, die oorlog. En ook een betere onderhandelingspositie krijgt. Zometeen hoor je de voorzitter van die adviesraad. En daar zit een nieuwe gevechtspauze in Israël aan te komen. Als er een nieuwe gijzelaarsdeal komt, tenminste. Dat zegt een prominent lid uit het kabinet van Netanyahu. Straks gaan we naar Israël-correspondent David Jong om daarover te praten. En ondanks de hoge spannende verwachting heeft chipmaker Nvidia gisteravond zijn cijfers gepresenteerd en maakte meer winst dan ze omzet maakte in het jaar daarvoor. Dat is iets beter dan verwachte jaarcijfers en die gaan we straks uitgebreid bespreken. Maar we beginnen de vliegende start van je werkdag vandaag in Nederland. Want nu de oorlog in Oekraïne al 2 jaar duurt, aanstaande zaterdag is dat een feit, is het zaak ervoor te zorgen dat Oekraïne die oorlog kan volhouden om een sterke onderhandelingspositie te krijgen in de toekomst. Een van de adviezen van die adviesraad internationale vraagstukken. Dat is een orgaan wat de overheid en de beide kamers gevraagd en ongevraagd adviseert over dit soort zaken. Voorzitter van die AIV, oud-minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders, legt uit met welk scenario hij rekening houdt in die oorlog in Oekraïne. Je kunt natuurlijk een situatie hebben waar Oekraïne in zijn verdediging, ik denk dat dat nu de eerste prioriteit is, geholpen moet worden. Zo snel mogelijk met ammunitie, met luchtafweer, met productielijnen in de Oekraïne, met boter bij de vis vanuit Europa. En dat is die verdediging. Dat betekent denk ik dat onze doelstelling moet zijn dat Oekraïne van niet verliest, dat ze op een gegeven moment weer het offensief kan kiezen en in staat is om een sterke onderhandelingspositie te krijgen bij mogelijke onderhandelingen in de toekomst. Ja, Koenders waarschuwt in lijn met wat Kajsa Ollongren en Rob Bauer al hebben gezegd dat een eventuele verkiezingswinst van Donald Trump slecht nieuws is en we daarom de defensieindustrie heel snel moeten versterken. Dat betekent dat we de Europese defensieindustrie, zeker nu we waarschijnlijk veel meer alleen komen te staan als we kijken naar de verkiezingen in de Verenigde Staten, dat we die op orde hebben. Dat betekent dus wat ons betreft ook voor de aanstaande Europese verkiezingen dat daar leiderschap wordt gegeven door een Europese commissaris defensie. De versnippering van die industrie met al die verschillende wapensystemen waar ook de Oekraïne moeilijk mee om kunnen gaan, dat we daar een einde aan maken. En dat is ook in het belang van de Nederlandse belastingbetaler. Want als je meer geld vraagt, en dat moet helaas in deze situatie, dat is ook noodzakelijk, dan moet je natuurlijk ook effectief en efficiënt besteden. Ja, en zo zegt Koenders, om dat allemaal te versnellen en efficiënter te maken, moet je een Europese pijler in de NAVO opzetten. En je moet een Europese veiligheidsraad hebben. Dat zou je kunnen zeggen is een soort spelverdeler, zodat we sneller tot besluiten kunnen worden. Daar zou bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland, Engeland, voorzitter van de Europese Commissie en de secretaris-generaal van de NAVO in kunnen zitten. Het tweede is dat we denk ik heel snel moeten investeren in een Europese pijler van de NAVO. Dat betekent dat Europa ook zelf meer commandoverantwoordelijkheid moet nemen. Dat zijn nu voornamelijk zijn dat alleen de Amerikanen, althans in overgrote zin. Dat zou je eigenlijk veel beter kunnen doen door ook Europeanen daar meer verantwoordelijkheid in te geven en ook hun tegelijkertijd, dat is wel de andere kant van de medaille, ook relatief meer laten betalen binnen de NAVO, zodat het die afhankelijkheid van de Verenigde Staten ook verkleind kan worden. En je dus ook een verzekeringspolis hebt, mocht dat de verkeerde kant uitgaan. Ja, en dat zei dus de AIV-voorzitter. AIV, dat is dus die adviesraad internationale vraagstukken. Bert Koenders, oud-minister van Buitenlandse Zaken. Later in de ochtendspits vandaag spreken we met Mart de Kruif, straks dus over dit advies. En Bert Koenders zit vanmiddag om 3 uur bij Bernard Handelburg in BNR De Wereld.
En ook Onno Egelsheim, de commandant der strijdkrachten, de hoogste militair in Nederland, vindt dat Europa sneller meer munitie moet produceren, zodat Oekraïne de strijd tegen Rusland kan volhouden. En dat lezen we dan weer uit de mond van Egelsheim in de Telegraaf. Hij is niet tevreden met hoe het ervoor staat in Europa. Oekraïne heeft al langer te maken met munitietekorten, verliest langzaam terrein op de Russen. En dus, zegt Egelsheim, de Europese industrie heeft moeite om de aantallen te produceren die we nodig hebben om onze eigen krijgsmacht te versterken en met name Oekraïne te steunen. Hij ziet dan ook nog te weinig voortgang bij een aantal bedrijven in die defensieindustrie. Wijst erop dat de Russen samen met Iran en Noord-Korea dit jaar 300.000 drones willen bouwen. Dat zijn veel grotere aantallen dan Europa kan produceren. En dat vindt hij vreemd, want, zo zegt Egelsheim, gezien de financiële middelen die we hebben en de capaciteit van onze industrie, moeten wij dat ook kunnen. Productiecapaciteit is een deel van de afschrikking en die voldoet nu niet. Volgens Egelsheim hebben de Russen wat dat betreft de zaakjes gewoon beter op orde. CDS laat wel weten dat hij niet pessimistisch is voor de toekomst en dat hij verwacht dat het Westen alsnog de gevraagde hoeveelheden kan produceren. Maar wel is hij een stuk somberder over het verloop van de strijd dan een jaar geleden. Toen bouwden we op naar het offensief, zo zegt hij. We zaten volop in de trainingen en het leveren van materialen. Ja, de situatie is dus nu minder goed, ziet Onno Egelsheim. En hij zegt Oekraïne zal dit jaar vooral moeten verdedigen. En dat vraagt een andere instelling dan vorig jaar. Ja, wordt het leven van Koeters die zegt, ja, er moet dus een Europese tak komen, een Europese pijler in de NAVO. Daar moet ook de secretaris-generaal van de NAVO onderdeel van worden. Nou, zou het heel goed kunnen dat op 4 april al bekend wordt dat Mark Rutte de opvolger wordt van Jens Stoltenberg uit Noorwegen. Als over precies 6 weken. Ja, zo 6 weken als de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO. Een voorspelling die niet uit de mond van zomaar iemand komt, maar van ex-NAVO-secretaris-generaal Jaap Dorp Scheffer. Dat zei hij bij Nieuwsuur. Ik denk dat Mark Rutte een hele goede kans maakt om uiteindelijk benoemd te worden tot secretaris-generaal. En er is altijd op het laatste moment is er dan wel weer gedoe over de nummer 2 die ook benoemd moet worden, de plaats van de secretaris-generaal. En dan zijn er landen die zeggen, ja, nee, we zijn voor Rutte, maar we willen graag hier of daar nog een mannetje of vrouwtje in de organisatie hebben. Maar ik denk dat de grote, belangrijke groep landen Rutte's kandidatuur steunt. En dat we een beslissing op een bepaald moment eerder dan later kunnen verwachten. Ja, op 4 april bestaat de NAVO namelijk 75 jaar. En dan komen de ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO in Brussel op het hoofdkantoor bij elkaar. En dat, zegt Jaap Dorp Scheffer, is een prachtige gelegenheid om daar te introduceren dat er een nieuwe vent is aan het roer met de nummer 2. Nou, Rutte, de naam gaat rond. Hè. De naam is genoemd. Begin deze week meldt Welt am Sonntag al dat 21 van de 31 NAVO-lidstaten achter zijn benoeming staan. Waaronder de belangrijkste, Washington, Parijs, Berlijn en Londen. Politico kwam gisteren met ongeveer hetzelfde verhaal. Langzaamaan worden de geesten rijp gemaakt voor het idee dat Rutte de nieuwe baas wordt. Bovendien, en dat is best prettig, hij zou de enige kandidaat zijn. Ja, want de 2 andere kandidaten die er waren uit de Baltics, dat waren mevrouw Karins en ook nog een andere, Kaya Kallas, die zouden zich überhaupt niet gemeld hebben. Die hebben dus wel getest van, oké, hoe staat het ervoor, maken we kans? Ja. Maar die zouden niet formeel zijn opgegaan voor de job. Een beetje maffiabaas, die handelt een beetje in wapens en drugs. Maar een Japanse maffiabaas, die maakte het wel heel bont. Bij hem kon je terecht voor heel wat meer dan een raketwerpertje of 10. Over 10 minuten hoor je meer. Ochtendnieuws. Een nieuwe gevechtspauze in Israël behoort zowaar tot de mogelijkheden. Dat heeft Benny Gantz, lid van het oorlogskabinet van Netanyahu, gezegd. Er wordt gesproken over een nieuwe gijzelaarsdeal. Maar ja, of dat een eenzijdig verhaal uit Israël is, gaan we bespreken met FD-correspondent David de Jong in Israël. David, goedemorgen. Goedemorgen. Een nieuwe gijzelaarsdeal. Initiatief van Israël, hoe moeten we dat zien? Nou ja, Benny Gantz, de oppositieleider die onderdeel uitmaakt van het oorlogskabinet van premier Benjamin Netanyahu, heeft gisteravond op een persconferentie gezegd dat er tekens zijn dat er mogelijk een gijzelaarsdeal komt voordat de Ramadan begint op 10 maart. Ja. Israël heeft namelijk een ultimatum aan Hamas gesteld dat de 134 gijzelaars die nog vastzitten in de Gaza-strook voor Ramadan vrijgelaten moeten worden. En Gantz gaf gisteravond aan dat er dus tekens zijn dat er naar die deal toe wordt gewerkt. Mm-hmm.
Inderdaad, het ultimatum, wat Netanyahu eerder uitsprak deze week, is als het niet voor het begin van de Ramadan geregeld is, dan starten wij een grondoffensief in Rafah. Dat maakt dus kennelijk indruk, als je dit zo begrijpt, vanuit de Israëlische zijde op Hamas. Waar wordt er onderhandeld? Want we weten ook dat er onderhandelingstafels waren, bijvoorbeeld in Egypte en Qatar. Nou, er wordt nu vooral in het geheim onderhandeld. En of dat de intermediairen zijn nog steeds hetzelfde. Ja. Egypte en Qatar, die eigenlijk als de intermediairen voor Hamas opereren. En de Verenigde Staten, die dat voor Israël doet. Daar komt niks over naar buiten, behalve dan als een gans zegt van dat er tekens zijn dat er nu naar zo'n nieuwe gijzelaarsdeal wordt gewerkt. En dat er tekens zijn dat die voor Ramadan zal plaatsvinden. Wat dat inhoudt, concreet, is dat er dan weer een ruil zou zijn tussen Israëlische gijzelaars. Hè, degene die nog in leven zijn. Want dat is ook toch de verwachting dat van de 134 gijzelaars tientallen niet meer leven. Dat die worden uitgeruild tegen tegen Palestijnen die nu in Israëlische gevangenissen zitten. Ja. En dat daarbij komt ook nog een staakt het vuren van weken. Of dat dan de hele Ramadan zal betekenen, die van 10 maart tot 8 april loopt. Of zelfs nog langer, dat is niet duidelijk. Nee. Nog eventjes naar het andere. De Knesset is tegen de eenzijdige erkenning van een Palestijnse staat. Nou, dat is eindelijk een stukje vereniging in de Israëlische politiek, hè? Nou, dat valt mee. Dat valt tegen. Okay. Zondag heeft het Israëlische kabinet van Netanyahu ingestemd om elke eenzijdige verklaring van welk land dan ook wat betreft het vormen van een Palestijnse staat wordt afgewezen. Dat is gisteravond ook met een meerderheid in de Knesset aangenomen. De parlementsleden die daartegen hebben gestemd werden gelijk als landverraders uitgemaakt. Dus met de eenheid is nog ver te zoeken. Oké. Dankjewel, FT-correspondent in Midden-Oosten, David de Jong. Ja, daar gaat geen dag voorbij dat we bericht hebben over de kosten en de prijzen van huizen. Zo ook vandaag. Vorige maand huizenprijzen opnieuw gestegen. In januari lagen de prijzen van de bestaande koopwoningen 1,8% hoger dan januari 2023. En de maand daarvoor was het ook al een soortgelijk bedrag. Percentage blijkt uit de prijsindex van het CBS en het Kadaster. Als we even maand op maand vergelijken, januari met december dus, dan gaat het om een stijging van 1,2%. Ja, we zien de prijzen van koopwoningen stijgen sinds juni vorig jaar, nadat er sinds juni het jaar daarvoor een daling gaande was. Dus het is ongeveer een jaar gaande geweest, die daling. Ook het aantal woningtransacties is toegenomen. Uit cijfers van het kadaster blijkt dat er in januari dit jaar bijna 145.000 woningen van de ene naar de andere eigenaar zijn gegaan. Ruim 10% meer dan een jaar daarvoor. Gemiddelde prijs voor een bestaande koopwoning lag vorige maand op €433.000. En eerder deze week hoorden we: waar moet je terecht als je een woning wil vinden tot €250.000 in Pekela, Kerkrade of Heerlen. Dat u het weet. Ja, en dan door de volle agenda vandaag met de mannen van BNR Beurs. Wesley Weerts, neemt je even mee. Een van de agendapunten zou Viaplay moeten zijn, tenzij we weer net zo lang moeten wachten als vorig kwartaal. Toen stelde het Scandinavische streamingbedrijf de publicatie tot 2 keer toe uit. Het gaat er ook niet zo lekker, want afgelopen jaar kondigde het bedrijf aan diverse landen te verlaten en ook flink te gaan reorganiseren. Ook Basic komt met kwartaalcijfers. Het aandeel heeft de afgelopen tijd een goede reputatie opgebouwd bij beleggers. Het is een van de hardst werkende krachten op de stijgende AEX de laatste tijd. 3 maanden terug waren de cijfers nog wat wankel, maar ze denken zelf nu dat er wel weer een omzetstijging in het vat zit. En na een recordwinst in het derde kwartaal komt ook Booking Holdings met de afrondende cijfers van 2023. De vakantieaanbieder ziet na de pandemie de business weer goed opleven en ook de koers gaat in die opleving mee.
Ja, Wesley Weerts van BNR Beurs. Elke werkdag om 6:30 hier op deze zender. Kun je luisteren naar het programma. Moet je ook doen. Is handig. Word je lekker op de hoogte gebracht van wat er allemaal gebeurt. En gebeuren gaat. En als je het niet kunt luisteren, dan kan je het altijd terugluisteren als podcast in de podcast-app van BNR. En nog even leuk om te noemen. 7:45 praten we met de CEO van Besi. Dat bedrijf is de afgelopen jaar 108% gegroeid als het gaat om de waarde van het aandeel. 7:45 dus Richard Blikman, de CEO van Besi. Ja, en als je dan kijkt naar de groei van een andere grote club, chipmaker Nvidia, dat is nog helemaal van de gekke. Gisteren kwamen de cijfers uit en die hebben zelfs de al zeer hooggespannen verwachtingen ruimschoots overtroffen. We weten het, hè, Nvidia is eigenlijk een beetje de marktleider, de monopolist, als het gaat om chips leveren die in AI-toepassingen worden gebruikt. En ja, AI, het is het buzzword in de business op dit moment. Hè. Daar gebeurt het allemaal. Chipmaker maakte een omzet van 22,1 miljard... waarmee de jaaromzet uitkwam op 61 miljard. En dat is een dubbeling ten opzichte van 2022. En de jaarwinst kwam uit op $29,8 miljard... waarmee de winst hoger was in 2023 dan de jaaromzet van 2022. Van die bedroeg 26,9 miljard. Over die waanzinnige jaarcijfers spreken we met Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeven Lemberger. Wim, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Bas. Ja, ver boven de verwachtingen. Ja, je zegt, het is waanzinnig allemaal. Het is werkelijk, als je het ziet ten opzichte van een jaar geleden. Je had het over de jaarwinst, maar ook de kwartaalwinst. Het is veelvoudig over de kop gegaan. Dus het is echt verbluffend. En ook de prognose, dat is waar de beleggers naar kijken. Mm-hmm. Niet alleen de hooggestemde verwachtingen voor het lopende kwartaal wat omzet en winst per aandeel betreft, maar ook de prognose die toch weer naar boven toe werd opgetild. En inderdaad, ze zeggen zelf, waar we nu leven, dit is het omslagpunt naar het echte digitale computertijdperk. Wij leggen de infrastructuur aan voor de AI, de engine. Kijk trouwens ook maar eens op de website. Ik moet zeggen dat ik dat iedere keer ook verbluffend vind. En bovendien, als je daar als Nederlander inlogt, dan krijg je gelijk ook alles direct vertaald in het Nederlands. En alles beweegt. Het is echt enorm verbluffend. Mm-hmm. Mooi, maar het is anderzijds, als je goed kijkt naar omzet op dit moment, en de sky is the limit uiteraard. Ze zeggen zelf inderdaad, en meneer, weet je, Jason Wang, de CEO, die zegt, ja, we zitten op dat kantelpunt. Hartstikke leuk, maar als je kijkt naar de marktkapitalisatie, wat het aandeel of wat het bedrijf nu waard is op de beurs versus de omzet, ja, dan zit er een hele hoop nog scherpe verwachtingen in het aandeel, hè? Ja, ze zijn menigeen voorbijgestreefd. Als je nu kijkt, dan is het het derde gewaardeerde bedrijf op Wall Street, na Microsoft en Apple. Ja. Nummer 3, dus er zijn alle andere, onder andere Amazon, inmiddels ook voorbijgestreefd. De koers die is dit jaar al 36% opgestegen. Ja. Vorig jaar 230%, ja. Dus ruim 3 keer over de kop. Mm-hmm. Ja, maar als je dat afzet tegen de traditionele investeringsmaatstaven, mm-hmm, koers-winstverhoudingen en omzet en dergelijke, ja, dan heb je inderdaad wel een hele hoge verdisconteerde prijs. Nope. Maar ja, het is eigenlijk ten opzichte van vorig jaar, gegeven de omzetgroei en de winstgroei, nog goedkoper geworden. En gisteravond werd het ook zeer positief begroet op Wall Street. Ja. Met nog eens een keer 8-11% koersstijging. Je ziet ook de analisten afgelopen nacht, gisteravond, hun koersdoelen verhogen naar $730 en meer. Dus ik denk dat er nog meer in het vat zit. Er zijn concurrenten in aantocht. Natuurlijk Intel, AMD wordt ook vaak genoemd. Ja. Microsoft heeft al gezegd, ja, we kunnen niet zo afhankelijk blijven van Nvidia. Ja, we willen ook zelf eventueel chips gaan ontwikkelen of in samenwerking met anderen. Maar voorlopig is echt Nvidia king of the hill. Ja, precies. Wat de AI betreft. Wat is de outlook? Wat hebben ze zelf gezegd voor de toekomst? Nou, ze hebben gezegd in ieder geval voor het komend kwartaal dat ze gaan uitkomen op 24 miljard. Ja. Er werd zo'n krappe 21,9 miljard geraamd door de analisten. Dus dit is weer opnieuw beter. Mm-hmm. En bovendien, wat ook zeer verbluffend is, als je kijkt naar de bruto winstmarge, die nu zo ongeveer op 4,75% al zit, maar die gaat stijgen naar 77%. Ja, eigenlijk is dat totaal idioot te noemen. Ja.
Maar ja, de klanten staan in de rij. Ja. Vorig kwartaal hoorden we ook dat er exportrestricties waren naar China. Dat ze daar enigszins door getroffen werden. Maar een paar dagen later melden ze al dat ze die weten te omzeilen door wat minder geavanceerde chips te leveren. Maar nu moeten ze gewoon capaciteit bijbouwen. Eigenlijk wat de prognose betreft is de restrictie dat ze eventueel niet kunnen leveren omdat ze gewoon niet capaciteit genoeg hebben. Ja. Klanten staan in de rij. Het orderboek is totaal uitverkocht. Dankjewel, Wim Zwanenburg. Beleggingsstratege bij Stroeven Lemberger. Dan lijkt het er toch niet op dat de Amerikaanse centrale bank, de Fed, het stelsel van centrale banken, de rente voorlopig gaat verlagen. Valt op te maken uit de gisteren gepubliceerde notulen van het FOMC, de Federal Open Market Committee, die onder andere dus die rentetarieven vaststelt. Tijdens de bijeenkomst eind vorige maand, waarbij de commissieleden het beleid van Amerika onder de loep namen als het gaat om het monetaire, was er sprake van wat optimisme. De Fed slaagde er volgens die leden van het FOMC in om de inflatie enigszins te temperen. Hoewel in die notulen wat optimisme staat te lezen, benadrukken de meeste deelnemers aan de FOMC, waarvan Jerome Powell de voorzitter is, die benadrukken de risico's van een te snelle versoepeling van het huidige beleid. Ze zijn terughoudend om de rente snel te verlagen, met het vooruitzicht dat de inflatie de komende maanden minder zal dalen dan eerder werd verwacht. Dat speelt uiteraard mee. Mm-hmm. En dus zien we in de notulen staan dat er bezorgdheid is over toch nog steeds de hoge inflatie die Amerikaanse huishoudens blijft schaden. Vooral diegenen met beperkte middelen om hogere prijzen op te vangen. Renteverlaging, hij komt er vast wel een keer aan. Maar wanneer dan? Dat blijft dus onbeantwoord. Ook in de notulen. Volgens Bloomberg verwachten handelaren nu, ze sturen allemaal surveys uit de hele tijd, dat de Fed misschien pas in juni de rente gaat verlagen. Dus nog even geduld alstublieft. We gaan nog even kijken wat er in de kranten staat. Winkelketen Blokker staat in de etalage. Gaat het niet zo lekker mee? Eigenaar Mirage Retail Group. Nog steeds in handen van Michiel Witteveen. Zoet nieuw geld. Na de mislukte verkoop van een ander onderdeel. De speelgoedketen Intertoys. Ja, er is een document rondgestuurd door Mirage naar mogelijke kopers van die verlieslatende winkelketen. En dat is ingezien door het FD. Vandaar op de voorpagina van die krant. In de Volkskrant. Wilders is ongeloofwaardig als minister-president. Het zijn de woorden van ex-justitieminister Vert Grapperhaus. Die is tegenwoordig deeltijd hoogleraar rechtsstaat. Hij heeft maar weinig vertrouwen in de democratische inborst van Wilders. En zo zegt Grapperhaus, Nederland is een corrupt land, zegt Wilders. Maar daar is geen enkel bewijs voor, vindt Grapperhaus. Dan in de Financiële Telegraaf. GasUnie gaat waterstof opslaan in Duitse zoutcavernes. Zoutgrotten dus, wat extra capaciteit zal bieden voor schone energie in de industrie en uiteindelijk ten goede zal komen aan tienduizenden huishoudens. In samenwerking met het bedrijf Patricia Storaak heeft GasUnie plannen om de zoutkoepels in de Duitse deelstaat Niedersachsen bij Etzel te gaan benutten voor dat doel, voor die opslag dus, waterstof in zoutmijnen. En meer Duits nieuws in de krant. Google moet van de rechter bedrijfsgeheimen delen. Google is door de hoogste rechter in Duitsland in het ongelijk gesteld in een mededingingszaak. Techbedrijf stapte onlangs naar het rechtshof in een poging om te voorkomen dat op last van de Duitse mededingingsautoriteit vertrouwelijke bedrijfsinformatie gedeeld gaat worden met zijn concurrenten, maar heeft dus deksel op de neus gekregen. En dan milieuorganisaties, dat deed, die worden daar gequote, die procederen tegen de Vlaamse overheid om Europa's grootste plasticproject. Ook de provincie Zeeland en Noord-Brabant spannen een beroepsprocedure tegen de Vlaamse overheid aan. En waar het over gaat? Geen idee, maar het staat in het AD. En tot slot NRC. In Europa ligt de PvdA dichter bij D66 dan bij GroenLinks. Na hun gezamenlijke lijst bij de Tweede Kamerverkiezingen is Brussel de volgende plek waar GroenLinks en PvdA de krachten gaan bundelen. Maar uit een analyse van hun stemgedrag blijkt dat de standpunten van die partijen daar soms behoorlijk uiteenlopen. Dat wordt dan toch een uitdaging als je samen gaat werken. Nou, Ivan, dan moeten we tenslotte even hebben over de 60-jarige Takeshi Ebisawa. Wie? Dat is een Japanner, een kopstuk van de Japanse maffia, de Yakuza, die inmiddels in de bak zit in Brooklyn, New York. En hij wordt aangeklaagd omdat hij handelde in wapens en drugs. En dan denk je, wacht even. Dat hoort erbij. Elke zichzelf respecterende maffiadon die zit een beetje bij te rommelen in wapens en drugs. Maar deze meneer Ebisawa ging een stapje verder. Want hij bood namelijk ook uranium en plutonium aan. Hmm. Waarmee je kernwapens kunt maken. En hij dacht dat aan Iran te kunnen verkopen. Fijn, hè? Fris, mooi vooruitzicht. Ja, Arie Frispeertje. Hoe we dat weten? Nou, een agent van de DEA, de Drug Enforcement Agency, die deed zich voor als een collega wapenhandelaar die zeer goed bevriend was met een hoge Iraanse generaal. Maar dan is de vraag,
hoe kom je aan die spullen? Ebisawa mailde die undercover agent een brief met de naam van een mijnbouwbedrijf in Myanmar, waar die 50 ton uranium en thorium kon betrekken voor de somma van 7 miljoen. Vind dat niet veel. Nee. En hij stuurde ook meteen wat foto's mee van stenen naast een Geiger-teller en voegde eraan toe dat uranium niet goed is voor de gezondheid. Dank voor de waarschuwing. Dank voor de waarschuwing. De monsters die hij liet versturen werden door de Thaise autoriteit in beslag genomen en overgedragen aan een Amerikaans laboratorium dat bevestigde dat het inderdaad uranium en plutonium was van weapon grade, waarmee je dus wapens kunt maken. Nou, Ebisawa wilde het spul ook wel ruilen, zei hij, tegen een grote partij grondluchtraketten, aanvals- en sluipschuttersgeweren, machinegeweren, raketten van divers kaliber en meer militair spul voor een niet nader genoemde rebellengroep in Myanmar. En nu wordt hij vandaag voorgeleid voor de federale rechtbank in New York en wij verwachten een vonnis van nucleaire proporties. Hey ondernemer, maak kennis met Moneybirds. Start nu je online boekhouding met zakelijke betaalrekening en betaalpas in één. En regel al je financiën gewoon vanaf één plek. Alles in één. Zo gebeurt met Moneybirds.